nieuwe Voetbalfits. We hebben vandaag ontzettend veel nieuwe gasten en nieuwe mensen aan tafel, maar ook mensen eromheen die ook weer aan tafel komen. Ja, laten we gewoon beginnen. We hebben een nieuwe hier rechts. Wie ben jij? Ja, Robin de Kraaienhorst, beter bekend als de Kraai. Jij praat lekker luid. En waar sta jij? Ja, op doel. Daar heb je de schil aan? Ja. Oké. En naast je zit? Sydney Kruid. Ik speel bij Rijnsburg in de MO15-1 en ik sta ook op doel. Oké. En waarom heb jij rood aan? Wij worden een soort van gesponsord door Kika en dat is allemaal rood onze spullen. Dus normaal moet je Kika sponsoren, maar Kika sponsort jullie. Ja, ik weet niet hoe het zit. Ik ben net nieuw in het team, maar Okay. Staat Kika op ons shirt. Dus. Welkom jullie twee. Ryan, yes. Heb jij gespeeld van de week? Ja, ik heb van de week van het weekend gespeeld. Vertel. 8-1 winstje, door in de beker. Dus wij gaan doorbekeren. Lekker. Er zitten mensen achter die te giechelen en te lachen. Wat is er aan de hand, jongens? Die kraai. Oh, heb je fans meegenomen? Ja, natuurlijk. Oh, ja. Jongens. Nice. Dat is de harde kern. Ah, jou, van jouw fans? Ja, dat is de harde kern. Twee man, ja. heb jij gespeeld? Ja, maar ik heb geen goede wedstrijd gespeeld. Vertel. Nou, ik had wel veel reddingen. Maar ja, wij moesten tegen een team dat speelde klasse hoger. Ja, allemaal smoesjes weer. Nou ja, wij hebben een heel nieuw team, want bij Rijnburg is de B2, had ik eerst een team selectie. Ja, heel veel zijn er al gestopt of zo. Heel veel zijn er gestopt. Dus toen moesten we een ander team moesten doorschuiven. Oké. Okay. Dus wat is het geworden? Want daar dat wil ik horen. Dat, je weet het niet eens meer. Nee. Was zo erg. Ja. Smoesje dit. Zit niet. Ja, verliest ook. Ja, mijn team heeft 2-13 gewonnen. En ik was wel uitgevallen. Wat heb je gespeeld? Minis? Nee, gewoon in de beker. Dus wij zijn nu ook door in de beker. En ik ben geblesseerd geraakt. Maar mijn team heeft gewonnen. Dus. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Michiel? Verloren. Alweer? Ja. Vorige keer ook al? Ja, en daar houden we het bij. Nou, Michiel heeft natuurlijk de standen voor ons. Michiel? Ja, Rijnsburgse Boys heeft 3-1 verloren. Volgende week moeten ze uit tegen Hardenberg. Katwijk heeft 2-1 gewonnen tegen VSB. Volgende week moeten ze uit tegen Scheveningen. Quick Boys heeft 2-0 gewonnen van Stedoco. Volgende week moeten ze thuis tegen Oli 59. Er wordt alleen maar gelachen hier. Wat is hier gaande? Lachen, man. Yo, fans. Ja. Wat zijn er voor mensen? Ja, dat is Quick Boys natuurlijk. Ja. Dit is Quick Boys. Ja, vandaar. Ja. Nou, Michiel, de laatste. Ja, Rijnsburg heeft 2-4 verloren van SC Feyenoord. En volgende week moet ze uit tegen Smitshoek. Wat vind je ervan? Ja, vind het een beetje duidelijk. Te duidelijk? Wat zeg je? Wat bedoel je? Ik vind het duidelijk dat ze hebben verloren. Oh, oké. Als je 0-3 al staat in de rust. Uh-huh. Dan kan je precies. Ze hebben ze nog aardig nog kunnen opkrikken de boel. Maar niet genoeg. Ik heb helaas ook geen beelden van SV Rijnvogels. Ik weet niet waar ik dat vandaan zou moeten halen. Weet jij dat? Ja, misschien. Zijn er beelden? Volgens mij niet. Ze hadden eerst wel een YouTube-account waar ze wedstrijden op uploaden. Maar ja, uiteindelijk zijn ze gestopt of zo. Ja. Nou ja, jammer, helaas. Ja, misschien moeten we wat tegen gaan betekenen. Ik ga even mijn lijst kijken wat we gaan doen. Mooi ezelsbruggetje over beelden gesproken. We gaan naar een video kijken van Fox Sport. Ik weet niet of dat mag, boeit niet. Fox Sport, VV Katten tegen VVSB. Mengerink heeft Tesselaar bij zich, staat tegenover Zwart. Hij gaat kappen, hij gaat draaien. Zwart ja, ja. Die draait. Ja, lekker! Wat is het toch een fenomeen. Ja, het is niet gek dat profclubs interesse in hem hadden. Maar hij vertrok niet en daar profiteert Katwijk van. Zesde goal alweer dit seizoen. Er staat geen maat op hem. Hier is hij weer. Mengering voor het doel. Tesselaar, maar die maait over de bal. Ryan, jij moet blij zijn. Ja, ik ben heel blij. Katwijk heeft een moeizame start gemaakt. En moeilijke tegenstanders. En dan win je. Nou ja, is geluk. Die penalty. Nou ja, was hij terecht? Ik was zelf van niet, maar ja. Ik hoorde hier rechts met je nee. Nee, ik vond het ook niet. Was het geen echte, ik vond het ook geen strafschop, maar ja. Oké. Okay. Ik ben toch wel blij dat het een strafschop was en erin schoot, ja. Precies. Kijk jij ook wedstrijden van andere clubs? Ja, Katwijk soms. En? Mijn vader is voor Katwijk. Ah, en thuis levert dat geen probleem op? Nee. Waarom zit je op Rijnvogels als je nou, omdat mijn vader die... Die was ook trainer bij gewoon met een jeugdteam bij een vereniging. Volgens mijn broer die heeft er ook op gezeten. Mm-hmm.
Dus ja, toen dacht ik van ja, ik ga er ook op. Oké. Okay. Leuk. Ja, ja ik moest even nadenken. Ja. Ja, het is gewoon een leuk club, want ja, iedereen steunt je daar. Ja, precies. Hé, hey, Suzanne zat er nog steeds niet in. Nee. Hoe lang is je nog geschorst? Twee wedstrijden. Okay. Dus volgende week speelt hij weer. Dus het kan ook zonder hem. Ja, je ziet maar. Ja, inderdaad. Sydney. Ja. En volg jij ook ander voetbal dan Rijnsburgse Boys? Volg je überhaupt Rijnsburgse Boys? Ik heb het wel heel lang gevolgd. Alleen nu, nu niet meer. Dit seizoen ben ik wat minder naar de wedstrijden gaan kijken. Oké, okay, nou misschien kunnen we nu maar naar de wedstrijd gaan kijken. Wedstrijd Rijnsburgse Boys. Ze krijgt geel. En Rijsdijk de strafschop. Het vastpakken is overduidelijk. Gillissen wordt bestraft. En gaat hier El Azouti zijn eerste doelpunt van deze nieuwe jaargang maken. En die gaat er onberispelijk in met lengte bij Kozakken Boys. Het gaat laag en dan heel mooi gemaakt zeg. Wat er goed ingestudeerd is dit zeg. Voor Rijsdijk krijgt hem terug El Azouti. Mooie beweging. En ja, daar is de 0-3. En zijn tweede van de middag. Freke, Goeman en Jonge Nelen. Het wordt Goeman. En het wordt de goal voor Rijnsburg. 79ste minuut. Goeman. De invaller met de eretreffer sowieso voor Rijnsburg. Nou Sid. Ja, nou, teleurstellend, ja. Vind ik. Ja, ik had het inderdaad gelezen dat ze hadden verloren. Je hebt het gelezen? Ja, gezien. Ja, waar heb je gelezen? Ja, ik weet het niet meer. Ah, oh, oké. Okay. Ik had het gezien in ieder geval. Ja, ik hoor jou heel erg, zelfs nog discussiëren met Michiel over het feit dat Van Nieuwkoop dit deze allemaal doorlaat. Dat vind ik niet kunnen. Ja, ik ook. Ik vind dat hij meer in wedstrijden zijn best moet doen dan tegen ons. Ja, want een tijdje geleden hebben jullie penalties genomen tegen hem en hij hield bijna alles tegen. Ja. Zei jij, en jij zei? Maar ik scoorde het op 3 van de wijd. Ja, ja. Ik ook. Bo ook. Ja, Sven. Maar toen deed hij beter zijn best volgens mij. Oh ja, die volgende deed hij... Oh, wacht, mag dat hierin eigenlijk? Ja, van podcast. Ja. Ja hoor. Oh ja, toen pakte hij alles. Ryan, leg voor de kijkers even uit thuis wat je allemaal bedoelt, want het is allemaal onduidelijk. Ja, nou ja. Wij gingen met Podcat wij ook een challenge doen. Dat komt allemaal later op Podcat. Of staat nee, dat staat nee, er later, niet op. Ja. Nou, dat komt allemaal later op Podcat. Gingen we ook een challenge doen. En toen zei hij zo van, nou ga ik even mijn best doen. Want Podcat heeft natuurlijk meer kijkers. En toen scoorden we er maar 2. En ja. En nu... En nu pakt hij er geen 1. Ja, precies. Dat was Katwijk, hè? Ja, nou, toen dat was Kozakken Boys. Ja, maar toen deed Rijnburgers niet mee. Ja, oké, dan krijgen we dit weer. Ja. Ik denk dat wij eens even van tafel gaan wisselen. Ik knip mijn vingers. 3, 2, 1. Zo, en dan hebben we nu een tafel met alleen maar bekende mensen. Geen onbekende. Stan, welkom weer. Welkom. Je zou nu niet zijn vandaag, hè? Nee, dat klopt. Waarom ben je er wel? Nou ja, omdat ik toch uiteindelijk niet naar de voorlichtingsavond hoefde van mijn examenjaar. Dus, Oké, goed verhaal. Daan, ja, welkom. De wedstrijd Rijnsburgse Boys. Je zag net een stukje, wat vind jij ervan? Ja. Heb je nog wat op aan te merken? Nou ja, niet echt. Nee, dat dacht ik al. Ben je teleurgesteld? Wat? Dat je teleurgesteld bent in je club. Ja, tuurlijk. Ja, jammer. Ja, heb jij nog gevoetbald eigenlijk dan? Ja. Aan jou ook niet te vragen, want jij voetbalt niet meer. Vertel. Okay. 4-4 gespeeld. Ah, nou. Beter dan de vorige keer. Ja. Ja, klopt. Ik denk dat wij naar de volgende video gaan. Dat is Quick Boys. Net lukte het Meenhard niet. Wie gaat het nu doen? Thean niet, Meenhard niet, maar wel Baten. En Mark Smit heeft die alleen maar in zijn ooghoeken zien verdwijnen. De international van Aruba. De man die over is gekomen van de dijk. Hij breekt de ban uit de standaard situatie. Kuivenhoven bereikt geen medespeler, maar lost het zelf weer op. Knap gedaan. Dat doe ik zeker. Van Nieuwkerk. Dat is een grote neus. Tegen Smith op. Nog een keer van Nieuwkerk. Oh, wat een neus. Nee. Toch gewoon, zoek je toch op. Een penalty. Van de ketterij geeft Quick Boys een tweede kans. Vanaf de stip. Smith boos, de doelman. Hij is de boosdoener. Maar daar valt niet zoveel tegen in te brengen. Terechte beslissing. Thean nu achter de bal. En daar is hij. Zijn vierde in 4 wedstrijden.
Ja, ik hoor hier allemaal commentaar vanuit de rechterkant. Vertel. Nou, ik vond geen penalty. Nee? Nee. Waarom niet? Wat zag je dan? Nou, hij zoekt hem eigenlijk een beetje op. Ja. Ja, wel slim natuurlijk. Had ik ook gedaan. Nou, dat is wel smerig. Jij doet het altijd andersom. Jij maait iedereen om eruit. Jullie twee zijn altijd zo een beetje anti-Quick Boys eigenlijk. Ja. Maar nu hoorde ik wel aan tafel net over de eerste goal van, wauw, dat is wel mooi. Ja, dat was mooi. Ja, dat moet je toegeven, toch? Ja, dat klopt. Maar met een beetje geluk. Ik heb Express Quick Boys nu niet aan tafel. Nee, dat is goed. Ja, precies. Voor zit je straks met hem? Je zit al straks met hem. Oh. Ja. Oei. Matthijs, wat anders. Je bent geblesseerd weer, hoor ik. Ja, weer. Yeah. Vertel. Kneesje. Ja, ik... De bal kwam. Oh. Ik kon hem in het doel schieten, hè. Ja. Maar ik miste de bal volledig. Ik had hem volledig de win kunnen schieten, maar ja, ik kreeg hem niet in op een of andere manier. En toen kwam er een gozer, die kwam dan met zijn nop in mijn enkel vliegen. En toen, ja, het deed heel veel pijn. Ja, dat geloof ik best. Hoe lang ben je uitgeschakeld? Ja, weet ik nog niet, maar dat duurt nog wel denk ik een week of twee. Denk. Heb je gewonnen of verloren? 2-2. Ook okay. Dus als je die bal erin had geschoten, had je gewonnen. Ja, of het had ik die penalty niet verloren, zou ik dan hadden ook oh, gewonnen. Ja. Oh god. Hey Stan, waarom voetbal jij niet meer eigenlijk? Nou, plezier was een beetje weg. Oké. Okay. Nou, kan gebeuren. Zullen we niet een voetbalwits team op gaan zetten? Ja. Oh, ja. Ja, goed idee. Een soort vele ja, bondbreuk. Ja, misschien wel. Ja, nee, wat vind jij gedaan? Dit is een leuk idee, ja. Ja, ja. Maar en de uitvoering? Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Oké, okay, en waarom niet? Een leuk idee. Stefan en Jeffrey als trainer. Nick in ik de kijk spit. Achter me, Stef. Jij staat toch voorin? Jij trainer of coach? Waar dan? Ooit. Ik denk niet dat dat van de grond gaat komen. Jawel hoor. Heb wel een keer geprobeerd. Hé, luister eens. Wij zijn hier nu met z'n vieren. Ik heb vorige keer ook al gezegd, een challenge, dat hebben we iedere keer maar niet. Wat gaan we nou afspreken? Volgende week de challenge. Maar? Nee. Allemaal tegelijk? Nee, niks afspreken. Niks? Nee. Wat dan? Nou ja, mocht het lukken is leuk. Ja. We hebben het Groenman te doen. We hebben eentje met Robert Suzanne te doen. We hebben nog een FIFA challenge te doen. En nu zit er nog een aflevering verder. Dus we moeten nog eentje erbij verzinnen. Ja. Ja, met die quickboys spelen of rij trappen schieten. Oh ja, ja, dat moeten we ook nog doen. Ja. Want dan gaat Rij natuurlijk wel winnen. Tuurlijk. Ja. Van quickboys moet je winnen, hè Matthijs? Ja, zeker. Vol de bak. Dat denk ik ook. Heeft iemand nog wat toe te voegen aan dit verhaal? Nee hoor. Hoi. Hoi. Zeker. Oké, dan gaan we naar een volgende praatronde. Doei. De meest chaotische voetbalfits tot nu toe. Nee, echt niet. Dat was met de bingo. Ja, met de bingo. Ja, dat was wel leuk, joh. Maar het was nog geordend. Het was nog geordend best wel eigenlijk. Alleen het was gewoon heel gezellig. We hebben weer een nieuwe gast aan tafel. Vertel, wie ben jij? Ik ben Tim Lagemaat. Ik speel bij Quick Boys in de B6. In de B6. En ik heb gehoord dat jij van Rijvogels komt eigenlijk. Ja, iets van 3 jaar geleden speelde ik bij Rijvogels. Ja? En daar vond ik het niet meer zo gezellig als voorheen. Dat was ook echt de reden dat je wegging. Ja. Want vorige week hebben wij besproken dat Rijvogels juist een gezellige club was. Ja, nee, dat is gelul. Oh. Maar je moet het weghouden. Ja, jij zit er pas net op, vriend. Maar jij bent van Quick Boys naar Rijvogels gegaan? Nee, dat heb ik mis. Ik zou nooit voor Quick Boys spelen. Oké. Ik zat hierover te twijfelen. Maar toen ben ik vorig jaar begonnen met voetbal en ik miste het voetbalgedeelte wel. Dus ben ik maar bij een vriend gegaan die zei, ja, wij kunnen al spelletje gebruiken. Dus ben ik bij Quick Boys gekomen en de B8 vorig jaar en nu de B6. Oké, en wat heb je gespeeld zaterdag? 4-2 gewonnen. Tegen? Geen idee, een of andere club. Wat voor kleur hadden ze? Blauw-zwart toch? Blauw-zwart toch? Nee, dat was die week daar. Nee, HBS. Ja. HBS. Zoiets. Hey, luister, wil je nog wat reageren op de wedstrijd van de Quick Boys? Prachtig. Ja, was je erbij? 4 op een rij. Nee. Oh. 4 op een rij. Ja, 4 wedstrijden achter elkaar gewonnen. Ja, daarover gesproken. Hoe kan het zijn dat Rijnsburg eigenlijk, want ze hebben alles gewonnen tot nu toe, en dat ze in één keer zo afgaan? Ja, Kozakkenboys heeft gewoon echt een goede selectie. Ik denk dat het daar aan ligt, zeg maar. Ja. Want tegen Kattenkans ook verloren. Of ben je heel mis? Gelijk. Nou, zie je? Ja. Zo goed weet ik nou hoe de competitie in elkaar zit. Ik word er gewoon heel nerveus van.
Jij gaat ook training geven bij de Rijnvogels. Ja. Maar je zit op Quick Boys. Ja. Kan ja, dat? Een vriendin van mij, die heeft een broertje. En die hadden geen trainers nog. Dus dan kom ik met die lijpe gozer, ga ik een training geven. Daan bedoel je? Nee, hij kan maar jou, oh, hij ja. kan die vrouw. Nee, de andere fan. Een andere fan. Dus dat gaat nog wat worden. Support. Maar wordt wel lachen hopelijk. Ja, maar ik ken toch. Ja, dat denk ik wel. Hey, als wij de volgende keer weer een challenge gaan opnemen, doen jullie dan mee? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, zonder mij is het geen leuk challenge. Mag dat ook van Matthijs? Wat? Of het voor mij mag? Maar of zij mee, ja, of zij mee maar mogen doen met deze challenge? Hoe meer, hoe beter. En mag Sydney mee doen? Eindelijk kunnen we een meisje jullie moeten nog een keer een challenge doen met het hooghouden met Suzanne. Ja, ja. Dat gaan we doen. Publiek moet moeite mee. Hij zei, jullie gaan allemaal zo lang mogelijk proberen hoog te houden en ik doe er één meer dan de hoogste. Nou, gaan we dat doen? Leuke challenge. Op zich. Ja, ik moet het wel even regelen. Dat gaan we gewoon regelen deze week. Even over het eerste weer. Rijnsburgse Boys gaat tegen Hardenberg. Wat denk je? Ja, winnen. Sowieso. En Katwijk tegen Scheveningen? Komt er aan. Gaat er lekker winnen. Ja, hoeveel? Ik denk 4-0. 0. Nee, 1-3. Quick Boys tegen Odin? Ja, dat gaat gewoon 5 op een rij worden. En dat gaat 2-1 worden. Ga je er naartoe? Ja, nee. Oh. Mooi. Weet je, we spreken af. Dat jij vaker aan tafel komt, hoe ga je ook naar de wedstrijden toe? Ja, vind ik best. Iedereen moet gewoon wat vaker naar de wedstrijd. Zelfs ik ga ook wel naar de wedstrijd. Ik ga meestal als mijn team zegt van, hey, zullen daar? Ja, ga ik wel mee. Maar ik ga niet mee. Maar okay. Is goed. Ga ik voor even. Switchhoek? Ja, winnen. Hoeveel? Ja, met 3-0. Jeffrey clean sheet en Tedje 3 goals. Oké, en waarom zit jij rare geluid te maken? Omdat hij anti-supporter van Leeuwen is. Je gaat wel. Nou, ik snap er niks meer van. Ik snap niks meer van jullie. Hey, ik ga er eind aan breien. Challenges gaan er aankomen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het komen. En niks meer dat ik klap. En we zien jullie bij een volgende Voetbaltips. Nog één shout-out. We'll be right back.